Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Ori and the Blind Forest. We zijn de vorige keer hier gebleven dat we eigenlijk dit stukje willen proberen te halen. Alleen het was wel een lastig stukje, vond ik. Oh. Kijk. Oeh, we hebben nog maar 2 levens voor dit stukje en dit is best een pittig stukje. Nog maar 1 leven, ja, dat gaan we nooit overleven. Oh, we hebben wel weer een leven erbij, dus dat is positief. Kut, zie je? Oh, dit is een moeilijk stukje, maar dat geeft niks. Het is niet erg dat er wat moeilijkheidsgraadjes in zitten. Nice. Kijk, we hebben weer zo'n life cell. Life cells zijn zeer nice. We hebben dit stukje ook gehaald. Top. Wat is hierboven dan? Oh ja, daar moeten we heen. Nou, oké. Spannend. Hier moeten we naar beneden springen zonder het geraakt te worden. Dit wordt moeilijk. Ik wil saven voordat ik dit doe, want anders gaat het geit fout. Oeh, dat is interessant. Die had ik helemaal niet gezien de vorige keer. Zo. Het is trouwens niet echt een snelle controller. Of een snelle. Een stille controller. Bedenk ik me inmiddels. Ik hoop niet dat jullie dat heel vervelend vinden. Oh. Kijk, top. Oh, minder top. Oeps. Die jump is echt moeilijk. Kut. Net lukte die in één keer. Kijk. Boven is iets. Daar kan ik niet komen. Oké.
Volgens mij is daar voor mij geen mogelijk... Nee, volgens mij is daar voor mij geen mogelijkheid op dit moment om te komen. Jammer, want er zit nog wel zo'n extra life cell. Oeps. Oh, kut. Kijk, we moeten hier naar boven en dan kunnen we fast travelen, dat is wel fijn. Eye to warp, oké. Okay. Hierboven zijn. Oké. Hier moeten zijn. Geheime tunnel. The waters of Nibel once flowed through this very tree. Now it's all rotten and dried up inside. We shall restore the flow. The Ginso tree's heart we must find. Oh, interessant. Kut. Wow, wacht, hoi. Kan je dat klimmen? Nee. Hier weer te snel. Oh, dat is zo irritant. Ah, die kan je niet killen. Oké, duidelijk. Oh, dat kan niet. Oké. Dat ging niet helemaal zoals ik wou, kut. Ah.
kan niet op unstable ground. Moeten we die kant op? What the fuck? Dit was vet. Oh, huh? Komt daar weer uit. Wat is dit dan? Oh, die kan je duwen. Jezus. Oké. Okay. Ik ben nog bijna geraakt en door ook. Oh, vandaar. Oh, de game is vanzelf gesaved. Nice. Het is moeilijk, het is moeilijk. Oké. Ben ik. Daar ben ik, oké. Ah, daar moet ik ze alle vier voor hebben, oké. Okay. Oké. Okay. Interesting, interesting.
Kut. Oké. Dat gaat lukken. Kut. Ah. Zo onnodig, kut. Oh, nu heb ik hier gezegd. Nou, dat is ook goed. Niemand de bedoeling. Oké. Was hier de bedoeling? Oh, dit is gewoon de tree, denk ik. Oké. Oh, dat was niet de bedoeling. Die lianen, kan je die gebruiken om aan te hangen of zo? Oh, absorb light, dat probeer ik te doen. Ja. Nu leer ik een nieuwe skill en dat is waarschijnlijk lianen zwaaien. Bash. To use this ability, hold I near lanterns or enemy projectiles. Then aim in the direction you would like to leap. Projectiles will be redirected to in the opposite direction. Holy shit. Oh. Dat kan nog best moeilijk worden, omdat je best wel snel moet. Wat lollig. Kut. Ah. What the fuck. Ah, ik snap hem. Ah, oh, dat werkt niet helemaal zo goed zo. Nu moet ik uit gaan kijken. Ik moet even 7. Oh, ja, ik zie het. Hoe krijg ik dat ooit hier? Door lastig. Dat is bijna niet te doen. Oeh, die is interessant.
Oh ja, tuurlijk. Oh, nu denk ik de verkeerde kant op. Auw. Oh, ik had hem niet moeten killen, of wel? Nee, kut, sorry. Oké, maar die moet ik eigenlijk wel doen. Oh, misschien kan ik hem... Ja, oké. Waarschijnlijk kan ik hem opnieuw. Ja. Kijk, die spirit. Nice. Dan wil ik ook meteen op 7. Oh, verkeerde knop, kut. Dit is een moeilijk stukje, zeg. Ach, je kan natuurlijk. Vergat de double jump. Oké, wacht. Het richten is heel lastig omdat je 4 knopjes tegelijk moet gebruiken. Kijk. Oh, fuck me. Safe. Nou ja. Prima. Gooi die deur maar open. Heel.
En de volgende aflevering gaan we verder. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Dan zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.